Yo, mensen van Pretpark Loven. En we zijn hier terug op onze server en er is weer een hoop gebeurd. Het standbeeld is weer gone. Omdat de draaikop weg is, omdat we geüpgraded zijn van versie. En jullie zien verder al een pokebal zweven. Inderdaad, daar komen we zo meteen bij. Maar eerst zien jullie daar iets nieuws. En hier ook een mooie rivier, alleen een mooie fontein met hier een dikke vette Jilf. De hollebolle Jilf. Hollebolle Jilf. Want ik eet ook vaak papier. Dat er zijde. Ja, maar deze spuugt het uit. En daar is mijn attractie, daar ben ik nu aan bezig. Klopt, de Disco Twister. Maar dat wordt nog allemaal gefixt, dat is nog niet klaar. Ik laat jullie al de Disco Twister. Hier is de ingang, hier komt er nog een attractie. Maar eerst gaan we naar de nieuwe gebieden. Als we kijken op de warp, zien we dat er veel is bijgekomen. Namelijk de YouTube Express, want het gedeelte van gebied Hiel van Pretpark Loven is geopend. Ja, de Hiel-volution die heb je in de vorige video gezien dat die open was. Yes. En nu gaan we de YouTube Express even doen, Jens, kom. Ja, kom. Er is ook een warp van trouwens. Hier is een snelle gang voordat er niet te veel volk online is. Tot nu toe. Ja, Silver is ook premium, dus betalend. 10 euro de maand. Dus daarom kunnen we nu meer dingen doen. Alleen jammer dat de minecarts soms weggaan. Allee, ik ga de poortjes even openen. Want weer zijn die systemen er. Even doen, kijk hier. We zijn al zo'n beetje verder. We moeten nog zien of we bij Altrachis nog muziek kunnen toevoegen. Ja, oké, okay, let's go. Ja, bij de Yolvolution en ja, hier is dus de boomstam attractie, die heb ik gisteren afgewerkt. Maar ja, hieronder. Die kun je nog niet doen, want de steilste afdaling is dus echt steil naar beneden en daar kun je nu nog niet. Ja. En, maar dat kunnen we nog fixen met mods. We kunnen niet beloven dat dat ooit klaar gaat raken. Ik zal nog wel iets laten zien. Zoals jullie zien, die dev wordt ook gefixt. Echt super cool. En wat heb je daar gezien? Een grote pokébal. Ja, inderdaad. Oh, nog een bal. Daar gaan we zo meteen op terugkomen, want het zijn de gebieden. Ja, de gebieden die staan daar op de bordjes allemaal opgeschreven. Ja, daar gaan we nu even heen. Kijk, dus hier staat het gebied Pokémon Mexico en Ghost. Gebied Arabia. Wat Arabia, Ghost gebied? Arabia komt in het Ghost gebied. En hier Tirol, Afrika en Indianen gebied. Ja, maar wanneer naar hier? Dan gaan we nu even kijken. Hier komt al een attractie, ik weet niet wat. Ah ja, dit is de boomstamattractie. Dat kunnen we nog niet doen. Dat is een River World Slide. Kijk, en ja, dan hebben we hier hem. Ja. Ja, ik zie het. De plekken hier, Ghost gebied, Arabia. Ja, daar heb ik gebied, al een... Mexico. Ben ik al aan Frankenstein House begonnen, maar een attractie is het nog niet. En dan hebben we hier Pokémon gebied, waar ik aan het werk ben. Ja, die grote bal die is dus echt nice. Daar rood heb ik gisteren gefixt. Ja, en een ander heb ik gefixt. En nu gaan we eerst de Pokémon Go doen, want die is open toevallig. Ja. Dat is de introductie van deze gedeelte. Het is een, Pokémon Go. Het is een nice attractie natuurlijk, maar misschien kun je er nog niet echt van zeggen. Wauw, dat is niet echt, maar dat is niet echt moeilijk. Nee, dus hier de karken komen erbij. Ja, doe dat maar weg. Let's go. Dus eerst heel hoog. We gaan nog hoger dan deze bal, denk ik. Ja. Ja, ja. Net ja. We zijn hoger dan die bal. Daar is ook een bal. En daar, daar schiet ze wit vuurwerk uit. Ja. Daar zie je dus Frankenstein House. Ja, ik wou daar muziek met de disc. Maar die muziek die hield uiteindelijk op. Dus we moeten iets anders fixen. Hé, hey, vuurwerk. En regen. En het is al weg, de regen. We komen weer aan. De karkens. Dus zo dadelijk gaan wij onze attracties fixen. Ik de Disco Twister en dan gaat hij aan de dag beginnen. Maar we hebben nu nog. Ja, die kunnen we nu even niet doen. Ja, welke nog? Hier, ja, hier binnen is nog niks gebeurd. Nee. Alleen ja, ik ben al bezig met een soort van ingang. Maar heel groot zal hij niet kunnen worden. Allee ja. Ja. Zo. Je kan het zo wat vlakker maken op sommige plekken. Ja, zo. Hier moet zo net het station kunnen passen. Of. Ja, ja, moet niet te groot zijn. Ja. Ja, hierboven hebben we genoeg ruimte voor een attractie natuurlijk.
Maar ja, hierboven. Deze attractie gaan we als een special houden. Die gaan we niet direct laten zien als Elvis. Nee, maar we gaan hem, ik ga hem nog aan werken vandaag, wacht hè. Ja. Het beste is om nu dit te doen. Zo, en dan kan ik zo de wachtrij afwerken. Misschien moest je de wachtrij buiten de bal maken. Nee, daar is niet genoeg plek voor. Maar gewoon een gebouw bij bouwen. Want er is hier veel, het is groot genoeg. En dan kom je hier binnen en dan, dit is het station. Dit is groot genoeg. Ik dacht zo in, dat hier in het midden zo'n buis te maken en ga je in een spiraal naar boven. Net als de Eurosat. Die ook in een bal gaat. Dat zien we nog wel. Je kunt niet in één keer naar boven, dat weet je. Nee, niet stel. Er is niet genoeg ruimte. Ja, we zullen wel zien. Niet stel. Hier, helemaal in het midden in een spiraal naar boven. Hier komt het Poképlein. En hier komt nog een attractie Elements. En dit plein, kijk maar. Zo, dat plein. Dat is heel nice. Allee, dat plein, dat center eigenlijk. Ja. Dat is heel nice met alle glas. Het is terecht als je deze attractie af hebt gemaakt. Nee, als je hier... Ja, dat klopt. Ja, maar ja, dat is ook de uitgang, hè. Dan hebben we hier... Hier komt het Mexico-gebied. Oh, mijn speed staat uit. En hier komt het Ghost-gebied Arabia. Zo. Kut. Ja, zoals jullie kunnen zien is hier het gedeelte. Hey. Met een Ghost House. Ja, komen een paar spookattracties. En hier komt zo de ingang voor Arabia. Hier zo. Ja, we hebben nog genoeg ruimte, zoals jullie zien. We kunnen altijd bijbouwen, ruimte. Zien dat dit uit beeld blijft, want dat zijn de kabels van Parco Junior. Ja, dat komt sowieso nog uit beeld. Wacht, voor de rest is er niks veranderd. Dus, dat is dus wat er veranderd is. En de update server blijft altijd open, dus Jens kan altijd bouwen, ik kan altijd bouwen. De server is altijd nice. Dus ja, de Jens-put is ook weer gefixt. Hebben we het al gezegd dat er iets is gebeurd? Nee. Zeg jij het maar. Oké. Ik had de redstone aangezet bij de... Hier? Bij de YouTube Express. Vast zat mijn broadcast. Aan het brengen. Schelden! En hij moest zo nodig TNT zetten en dat is dus allemaal opgeblazen. Ja, ik zette hier eentje en dan daar, want hier was nog niks. En het activeerde, ik deed slash undo, maar het was te laat en het activeerde. En toen was de helft van dit gebouw weg en hier was bijna hele tekst weg, alles kapot. Ja, en alles stroomde onder water van de Jensput. En de baan was helemaal kapot. Maar we hebben dus wat tijd nodig gehad om het af te doen. Ja, ik het ook, want Jens wou niet. Ja, ik moest naar de judo, hè. Ja, maar Jens had geen zin meer en ging eruit. Toen dat gebeurd was. Weet je nog? Op die jongen. Ja, ik ben niet naar de judo gegaan toen, maakt niet uit. Ja, dat was niet leuk. Ja, ik had me als een aap moeten bezig zien, ja, want jij wordt daar goed in. Ja, dus... We hebben een oetangst moeten nadoen, dat zal wel iets voor u zijn, hè? Ja, klopt mensen, maar zie dit. Twee attracties, dit lijkt echt al een echt parken. Ik ga nu bouwen aan de bal. Jens gaat bouwen aan de Disco Twister. Ja, op welk park lijkt het op dit moment? Bobby Aland. Ja, dit... Want dit hier... Dit stuk met dat water lijkt op de Bob Express in combinatie met de boomstamattractie. Ja. Die zijn bij elkaar, hè? Ja, dat is... Daar lijkt het op. Het trekt op de Bob Express en dat lijkt op de Wildwaterslide en Revolution. Staat ook in Bobby Aland. Ja, dat is allemaal... Maar dit is dan wel een ander soort, maar... Ja, en dat huis daar... dit is van... Die bal die is van Eurostad Europa Park. Pokémon Go, dat bestaat niet. En dat daar is van Disneyland. En de piramide hebben we ook zelf verzonnen. En de Disco Twister, dat staat ook in geen enkel park. Ik ga nu even kijken naar de abonnees. En bij de hoeveel abonnees gaan we dan die bal doen? Of gaan we dat niet doen op die manier? 350. Laat ik even kijken hoeveel we er nu hebben. Hè? 324, denk ik. Dus terug wat geduld. Ja, zwerg maar. Dus we hebben er nu... We hebben er 322, maar na deze video zal het wel wat helpen. Dus bij de 350 gaan we deze bal doen. Dus mensen, we zeggen nog maar één ding. En dat is like, subscribe en tot de volgende keer. Later.